volgende, de derde starter in deze finale, naar Laurens van Ieren. Laurens van Ieren met Hartsuiker. Hartsuiker is een Hengst en KWPN. Hengst wachtte tot de derde bezichtiging bij het KWPN en is een zoon van Johnson, Johnson Miles Kendik. En deze Hartsuiker gevolgd door M. Wolfs van den Bergen en I.D. Wolfs. Dames en heren, Hartsuiker en Laurens van Ieren. Thank you.
Bart Suiker, de zoon van Johnson Baalens Kendik. Alweer de derde combinatie in deze finale van de Sublie-competitie voor de jonge dressuurpaarden. Een vroege correctie op de uitslag van Astrid Reinders, definitieve resultaat 66%. En voor Joyce Lenaerts noteren we 76,2%. We gaan zo luisteren naar het commentaar van mevrouw Groots op de proef van Laurens van Mieren met een hard suiker. Ja, dat was een proef waar Anne aan het eind toch nog even een klein beetje zelf iets wilde vertellen. Nou, ik begon wat te hinniken, maar bleek daarnaast toch heel goed bij de les. Wat ons echt opviel was met name het staponderdeel. Daar bleek je heel mooi ontspannen, heel ruim, heel los door zijn lijf stappen. Voor de stap geven we dan ook graag een 8,5. Voor de draf geven we een 8. We vonden dat hij een goede tak had, maar we zien hem graag. Dus nog ietsje meer in de aanleuning, ietsje ronder door de nek, zodat hij nog een fractie meer ruggebruik krijgt. Maar hij blijft daar wel ook in de middengang aan goed schakelen. De galop op een goede sprong, mooi voorwaarts. Soms achter nog een fractie scherper aanvullen bij het wegrijden, maar ook in acht. En de rechtgerichtheid, hij laat zich mooi rechtrichten, dus ook in het wijken blijft hij mooi eraan. Een 8. Het vermogen tot schakelen was in de draf, liet hij dat mooi goed zien. In de galop wilden we graag nog een fractie meer verschil zien in het terugkomen dat hij nog wat meer gewicht op het achterhoofd heeft. Een 7,5. Geschiktheid als dressuurpaard, een 8. De houding is in van de ruiter, eveneens een 8. Wat wij zojuist al aangeven voor de rijvaardigheid en harmonie, gaan we daar een fractie naar beneden vanwege de aandeuning. Met name in het drafgedeelte dat we nog iets smakelijker door de nek en de kaak willen zien, een 7. En de proefgerichte onderdelen, dat voeren die allemaal keurig correct uit, een 8. Dankjewel.